Goedemorgen iedereen. Fijn dat jullie er zijn op mijn YouTube kijkt. En daar gaan we nu heel wat anders over praten. Over mijn vlogs. In de binnenkort gaan jullie ook te zien krijgen. De verrassing te zien. Deze momenten. Als bloemencorso is, ga ik ook aan meedoen aan mijn vlog. En welk thema het wordt. Dan kan daar iets met bloemen gaan doen. En ook nog gaan verder vergroten. Om de bijhof reclame officieel ga worden. En het goede nieuws is, de bijenpak is al. Dus ik kan mijn kinderen animatie gaan doen. Iets met kinderen te maken. Ik denk dat ik wel interessant word van de bijen en hoe de bijen leven. Ja, en dat wordt zeker leuk. Bijen. Dat wordt echt lachen. Echt. En wordt een echt geweldig gedaan. En natuurlijk, niet vergeten, een imker erbij. De bijen en de imker komen gezellig wandelen. En zeggen ze, hallo kinderen, kom je gezellig mee in bijenkast te zien? En dan laat ik allemaal zien hoe je de bijen leven. Dus niet de echte bijen, maar hij heeft een soort nepkast gemaakt om mensen te laten zien hoe de echte bijen leven zijn. Nou, leven. Nou, ik hoop in deze video heel veel graag genieten en spanning gaan stijgen. Spanning en inspanning met ons. Zo, gaan we samen bij werken. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben genoten. Oh ja, en ik moet ook nog wat iets anders maken. Voor ons Sebastian Jongtan. Gaan we even kijken. Ja, en nu zijn we weer even terug naar Sebastian en Jonathan. Daar gaan we ook weer mee uitbreiden. Om daar meer gaan vergroten. We zijn al bezig met het script. En bij Willem Dreef wordt daar opgenomen van onze dromen van Sebastian. Daar wordt dan echt heel leuk wordt het. Nou, wordt inspannend en spannend avonturen met Sebas en Jonathan. Heel veel kijkplezier en ik de groeten doen aan onze volgers. Dank jullie wel. Hele fijne dag. Tot dan.